Hallo allemaal, Thomas hier met een korte video-update van dag 3 van de hennepoliekuur. De vaste kuur waar ik mee bezig ben. Dit is dus de dag waarin ik me eigenlijk heel erg slecht had moeten voelen. Ik voel me geweldig wat dat betreft. Ik heb net heel veel inspiratie gehad waar ik net eventjes mee bezig was. En toen herinnerde ik me opeens dat ik... toch eventjes een update moet doen en dit met jullie moet delen. Want ik voel me echt helemaal top. Ik ben gisteren naar Club Light geweest, de Chocolate Party. Echt een topavond gehad. Iedereen die daarbij aanwezig was, wil ik echt van harte bedanken voor de geweldige avond. En ik moet eerlijk zeggen, zoals ik me gisterochtend voelde in de vorige video... Kun je dat terugzien als je dat wil. Ik voelde me 's avonds eigenlijk helemaal top. Ik voelde in de loop van de dag al dat ik in een bepaalde flow terecht kwam. En dat ik toch heel erg de behoefte had om ook gewoon mensen om me heen te hebben. Dus daarom naar Club Light geweest. En tot 2 uur heerlijk gedanst. Nou, vandaag ben ik dus bezig geweest met het updaten van wat pagina's op de website over DNA-activatie. Want ik begin er steeds heel erg in te geloven... Dat het de souplesse waarin ik in dit proces nu zit, daar toch echt heel veel mee te maken heeft. Gisteren bij de Chocolate Club waren natuurlijk geweldige versnapingen te krijgen. De heerlijkste chocolaatjes, de lekkerste, wat waren het eigenlijk? Kleine brokjes met sesam en honing. En het verbaasde me echt met hoeveel gemak ik daar gewoon vanaf kon blijven. En hoe energiek ik me gewoon voelde. Dus ik ga nu dag 3 meemaken. Het is lekker tussen de middag. Ik heb de hele dag nog voor de boeg. De zon schijnt. Dus ik ga denk ik weer naar Utrecht vanavond. Ik ben nu in Amsterdam bij het Kangenwatertappunt. Tevens mijn woning hè, op de Rozengracht. Waar jullie allemaal van harte welkom zijn om... te komen babbelen, water te komen vullen, iets te delen over kristallen. Het gaat helemaal goed. Ik spreek jullie snel weer. Hoi!